Heel goedemorgen, deze markets update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. In de VS werd het aanvankelijke verlies gaandeweg de sessie weggepoetst en zo resteerden minimale plusjes en daarmee ook nieuwe records. Beleggers wachten ondertussen met spanning op de notulen van de Centrale Bank en natuurlijk nabeurs de cijfers van Nvidia, het bedrijf dat zonder meer de motor is van de AI-gerelateerde tech rally. Het staat overigens year-to-date op 93% in de plus. En Tesla had ook een goede dag, trok bijna 7% aan na diverse analisten-updates. De resultaten bij retailers Macy's en Leuwen werden wisselend ontvangen. Leuwens versloeg de verwachtingen, maar zag de omzet wel dalen, net als de koers. En bij Macy's waren beleggers positief over de sterke Outlook. Het aandeel steeg met bijna 5%. Een cybersecuritybedrijf Palo Alto kon niet imponeren met de Outlook, hoewel de resultaten boven verwachting waren. Desondanks leverde het aandeel een kleine 4% in. En nadat gisteren elektrische voertuigbouwer Li Auto een forse duikeling maakte, kon Xpeng vandaag juist scoren. Door sterke cijfers en Dito Outlook trok het aandeel van de autobouwer 13% aan in Hongkong. De meeste indices bleven overigens in Azië dicht bij huis. Alleen de Nikkei gaf 0,8% prijs na tegenvallende macrocijfers. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een redelijk onveranderde opening. En Albert's zag over de eerste vier maanden van dit jaar de omzet met 2,6% dalen. De mindere marktomstandigheden wist men op te vangen met kostenbesparingen... en het doorrekenen van hogere kosten in de verkoopprijzen. Daardoor wist men de marge op peil te houden en voorziet men verbeteringen in de situatie later dit jaar... Shell kende wederom een tumultueuze jaarvergadering. Ondanks de vele onderbrekingen werd de speciaal ingediende klimaatresolutie door een groot deel van de aandeelhouders verworpen. Wel werd het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn in de strategie van het bedrijf opgenomen. Op de agenda vandaag bestaan de woningverkopen, olievoorraden en natuurlijk de notulen van de FOMC, het beleidsorgaan van de Amerikaanse Centrale Bank. Nabeurs Nvidia en Snowflake. Bij de analisten zet Jefferies uh, handhaafd het houdenadvies op Alve, Na de koersdaling van gisteren. Het koersdoel gaat overigens van 52 naar 40. Bernstein zet Unilever en Nestlé op houden. En Danone krijgt een verkoopadvies. UBS tenslotte zet British Petroleum op kopen met een koersdoel van 600 pence. En morgen is er weer een update van BNP Paribas.